Het lijkt soms wel of iedere rivier een eigen portretist heeft. En wie de IJssel wil zien, moet bij Jan Voerman senior zijn. Een schilder die met olieverf kan waterverven. Het IJsselgezicht, Jan Voerman, onmiskenbaar Jan Voerman. Hij heeft er misschien wel honderden gemaakt. Een gezicht op de IJssel, had hem, zijn geliefde plek, had er ook een atelier. En bij Voerman is het altijd hetzelfde. Luchten, bijna altijd luchten. Hij was gefascineerd door die wolkenlucht boven dat Overijsselse. En dan hier dat water. En ik vind het een hele prima schilder. En als je het over rivieren hebt, dan heb je het over Voerman, over Van Gooien, over Willem den Oude. Dat zijn echte riviergezichtschilders. En Jan Voerman is de man die de IJssel heeft geschilderd. Honderden IJsselgezichten. Ook gemberpotjes heeft hij ook eindeloos veel gemaakt. Kortom, een schilder die een beperkt aantal thema's heeft. En ook niet de allerbeste schilder is misschien. Maar toch heel aangenaam om naar te kijken. En die sfeer van die lucht, die wolkenlucht. Nou, dat heeft hij toch wel goed getroffen. En dat is eigenlijk ook prima. Het is goed. En het lijkt ook alsof deze Voerman, ondanks dat die 20e eeuw al lang en breed aan hem voorbij trekt, dat hij blijft hangen in dat 19e eeuwse, in die zeilboot, in die trekschuit, in een wereld van Vermeer, die al lang voorbij is. En Voerman, die blijft gewoon lekker schilderen. De IJssel, gezicht op, had hem. En er is niets aan de hand.